nog een paar commandos die aan bod komen in de oefening, maar die eigenlijk al een beetje verouderd zijn. List. Met list kunnen we eigenschappen opvragen van een object. En dan verschijnt een kopie van de commandoregel als een groot venster. Je kunt dat dus maximaliseren. En hier ziet je een paar eigenschappen van de objecten die je geselecteerd hebt. Ja, tegenwoordig is dat niet meer zo nuttig. Je kunt evengoed properties gebruiken en daar die eigenschappen gaan uit kopiëren. Een beetje een verouderd commando. Maar het kan zijn nut nog hebben als je wilt knippen en plakken. Het is gewone tekst. Je kunt dat bijvoorbeeld kopiëren en gaan hergebruiken in een Word-document of in een verslag of in een tekstcommando. Nog zo'n commando, dist. Voor het meten van afstanden, select first point, bijvoorbeeld deze lijn naar dit eindpunt. Wat is de afstand daarvan? 93,45 punten afgerond, wat te verstaan. Als je cijfers ziet na de comma, is de kans zeer groot dat er nog een paar verborgen zijn. Dus dat is niet exact wat er staat. Maar je hebt een idee over de lengte van die lijn. Het is dus geen exact 100 bijvoorbeeld. ID. Gewoon de coördinaat van een punt opvragen. Coördinaat van dit punt. X, Y, Z. Je ziet dat er een derde dimensie is steeds in AutoCAD. De Z-richting. En dat is bij ons altijd 0. We tekenen gewoon in 2D. Het enige nut van het ID-commando lijkt mij weer hetzelfde. Dat je die tekst kunt selecteren. Kopie. En die gaan hergebruiken in een ander commando. Of bijvoorbeeld in een Word-document.